Hey, leuk dat je kijkt naar Fem. Vandaag heb ik een speciale eindexamenvideo voor jullie. Want de eindexamens zijn weer ingegaan. De eerste week zit erop. En ik kan me nog heel goed herinneren hoe ontzettend zwaar dat is geweest. Ik weet nog dat ik tijdens mijn eindexamen HAVO 4 kilo ben afgevallen van de stress. En dat was echt super heftig. Ik ga natuurlijk allerlei manieren bedenken, allerlei trucjes om ja, beter geconcentreerd te zijn. Dus deze video is speciaal voor eindexamenkandidaten. Ik heb een aantal YouTubers gevraagd hoe zij hun eindexamenperiode hebben beleefd. En of zij nog bepaalde tips hebben die helpen bij het leren of die helpen tegen stress. En ik zal eerst maar zelf beginnen. Ik at altijd pepermunt tijdens mijn eindexamen. En ik heb geen idee of dat nou ook echt werkt. Maar ja, ik had het ergens gelezen, dus ik dacht baat het niet, dan schaadt het niet. Maar hoe ik... Ja, mijn stem is een beetje brak omdat ik heel erg verkouden ben. Ik heb niet gefeest. Ik ben gewoon verkouden. Maar hoe ik het meeste heb geleerd voor mijn eindexamen is een beetje... Hé, ik zie een katje. Hey, wil je ook in beeld, schatje? Ah, ze zijn te logeren. Hoe ik het beste heb geleerd tijdens mijn eindexamen is misschien een beetje een gekke manier. Want wat deed ik nou altijd? Ik maakte speakbriefjes. Hele kleine speakbriefjes. En daar schreef ik dan alles op wat ik niet wist. Waarvan ik zeker wist, dat ga ik vergeten. En ik was dan zo lang bezig met dat speakbriefje. Met zeg maar alles precies passen. En het een wat groter geschreven dan het ander. En allerlei codes of rare ezelsbruggetjes had ik bedacht. Dus het was echt een soort kunstwerkje. Ik was daar helemaal druk mee bezig. En doordat ik er zo druk mee bezig was, leerde ik het eigenlijk uit mijn hoofd op een gegeven moment. Want je maakt een soort foto in je hoofd. En daardoor wist ik het. En had ik dat hele speakbriefje niet meer nodig. Dus dat is een beetje een gekke tip. Maar dat is mijn tip hoe ik de meest rare dingen kon onthouden. En dan gaan we nu kijken naar de tips van Sophie, de gierige gasten, Sarah, de ultimate fashion lover en Niek Rozen. Doei! Oh, en voordat ik het vergeet, volgende week maandag, dan wordt de eerste Fem bekend. Woensdag en vrijdag, de tweede en de derde. Dus blijf vooral kijken naar Fem. Nou, hier komen nog meer tips voor hoe je eindexamen kan doen. Mijn ultieme tip voor het examen is pas huilen, zeg maar, nadat je het examen hebt gemaakt en niet tijdens het examen, want dan wordt het helemaal erger. Examens, wat vervelend. Ik vond het zo stom om examens te doen. En voornamelijk de examenstress, daar kon ik gewoon niet tegen. En ik had één ding wat ik altijd kon doen om dat eventjes te ontkomen van al die spanning. En dat was of op de bank zitten of op bed en dan klassieke muziek op te zetten. En voornamelijk van de film Amélie, want dat werkte echt fantastisch bij mij. Dus misschien werkt het ook bij jou. Hey! Hallo! Studenten! Scholieren! Dit zijn de gierige gasten en wij hebben een aantal tips voor jullie om deze examenperiode door te komen. Ja, nou wat mij heel erg hielp is dat ik, als ik in mijn kamer ging studeren, dat ik zorgde dat mijn kamer echt picobello in orde was. Er was niks op de grond, niks wat me kon afleiden, laptops aan de kant. Ja, gewoon een schone kamer had ik gewoon heel veel rust in mijn hoofd. Ik kon beter van leren. Dus ja, misschien heb je er wat aan, misschien niet, wie weet. Ja, en ik hoefde altijd maar één ding uit mijn kamer te halen. Dat was mijn Xbox, want daar zat ik altijd op. En mijn moeder verstopte die dan voor mij voor 3 weken lang. En misschien dat ik daardoor iets beter kon leren. Dus voor de guys out there, stop je Xboxje weg en succes. Ja, en ik heb gehoord dat je als je kauwgom tijdens je tentamens, dat je dan veel beter na kan denken. Dus dat is de tip die ik dan... En chocola, toch? En chocola. De chocola wordt slimmer. Vind je chocola? Ja. Wat ik stiekem altijd deed, was de hele week lang klassieke muziek luisteren. Want daar begin je ongelooflijk van te ontspannen. En dan, ja, dan huppel je je examenperiode door. En kom je uit de kast als je klaar bent. Doei fam! Ciao! Ciao! Wat ik jullie echt wil meegeven en wat ik mij nog heel goed herinner van mijn eigen examenperiode een aantal jaar geleden alweer, is dat je echt sterker bent dan je denkt. Ik was zo zenuwachtig van tevoren en ik dacht, oh, het gaat nooit goed komen als ik in die examenzaal zit. Dan komt het er vast niet uit, dan blokkeer ik vast of dan raak ik in paniek. Maar eigenlijk, zodra ik in die zaal zat, ging er gewoon een knopje om en lukte het me. En tuurlijk ook, ik ben wel even een keer in paniek geraakt. Maar dat kan, geef jezelf gewoon even de tijd. Dat is ook tijdens het leren echt heel belangrijk. Om jezelf ook gewoon af en toe even de rust te geven om... even je gedachten ergens anders aan te zetten. Ik ben bijvoorbeeld juist wel gaan dansen bijvoorbeeld tijdens mijn examenperiode. En dan dacht ik soms van tevoren, oh, dat is niet slim, want ik moet echt leren. Maar na afloop voelde ik me veel beter en rustiger en kon ik weer veel beter stof opnemen.
En ook als je tijdens je examen even in paniek raakt, dan kun je dat gewoon heel even toelaten. Dan kijk je even 5 minuutjes gewoon voor je, even niet naar je blad en daarna dan probeer je het weer. En dan gaat het gewoon helemaal goed komen. Veel succes allemaal! Hey, de vlog van Ben!